Het was een heerlijke zomersdag in Nederland, maar gelukkig is het nu 8 uur en tijd voor EK Daily. Met vandaag onder meer columnist James Worthy, journalist Min Groenstegen en onze eigen Kees Kwakman. Wat hebben we verder in de show? Natuurlijk Anne met weer een quiz in de EK Daily Simple Quiz. Een deelnemer voor de boot in. Misschien gaat er wel een record verbroken worden. En natuurlijk waar we elke dag mee afsluiten, Andy van der Bijen. Maar dit is Turkije en Griekenland. Oh ja, maar het staat er ook niet bij, hè? Welkom bij EK Daily. Tot 10 juli zijn we er elke avond om 8 uur en praten hier helemaal bij over het EK voetbal in Frankrijk. Met vanavond de volgende gasten: columnist James Worthy, journalist Minne Groenstegen en onze eigen Kees Kwakman. Welkom mannen. Onze Kees Kwakman. Onze Kees, ook jou hè. Kees wat zijn van, wij dan? Wat zijn, iedereen. Wat zijn wij? Ja, dat is ook zo. Ik heb hier vaker gezeten, dat moet je verdienen om te zeggen onze eigen. Dat is mijn derde keer of tweede keer. Kan je rekenen? Zesde keer. Heel goed. Hey mannen, ja... Klasse voor kledingstijl. Jij bedekt. Ik vind het beetje kinderachtig hoor. Jij bedekt sportkleding. Als je sinds je columnist bent. Goed verstopt. Oh, kijk, okay. Ja, toch. Ja. Straks natuurlijk uitgebreid over Engeland. Hebben ook over die andere wedstrijd. Maar eerst beginnen over gisteravond. Kees, ik begin bij jou. Frankrijk-Zwitserland. We zeiden het gisteravond hier in de studio. Dat kan wel eens een salonremise worden. Ja, alhoewel ik vond dat... Beide teams best wel ervoor gingen. Zwitserland met name had ik op een gegeven moment... Met name in de tweede helft hadden ze een fase dat ze Frankrijk aardig onder druk hadden. En dacht ik van zo, ze kunnen toch wel wat aanvallend voetbal. Dat had ik in die vorige wedstrijden bijna niet gezien. Maar het bloedde wel op een gegeven moment wat dood. En toen merkte je wel van, we vinden het allebei wel goed met een 0-0'tje. Ja. Je hebt die penalty in de laatste minuut, hè? Ja. Penaltytje? Dat was goed weg. Ja. Nou, dat was thuisvoordeel, weet dat. Ja, dat vond ik wel jammer. Ja. Wel genoten gisteravond? Welke wedstrijd keek je eigenlijk? Ik vond het een hele leuke wedstrijd. Ik heb Frankrijk gekeken, maar ja, 0-0. Maar ik vond het een leuke wedstrijd. Zeker in de eerste helft vond ik Frankrijk erg goed. En ja, Pogba schiet op de lat, Payet schiet op de lat. Dat was een geweldige goal geweest trouwens. Dus ja, zo slecht vond ik Frankrijk niet. Nee, als een voorproefje voor straks voor de wedstrijd van 9 uur. Frankrijk gaf ook spelers rust. Wat vind je daar gewoon in het algemeen van? Ja, het is een EK met een wedstrijd meer natuurlijk. Dus ja, ik snap het aan de ene kant wel. Nu begreep ik wel bijvoorbeeld... Frankrijk heeft nu na de poolfase 6 dagen rust. Dan zou ik denken, 6 dagen moet genoeg zijn. Dat zijn die profs wel gewend. Dus ja, wat dat betreft snap ik het eigenlijk niet. Maar ja, je hebt 23 spelers mee. Je moet iedereen tevreden houden. En ja, een bondscoach... heeft ook gerust hebben ze echt wel. Ja, wauw. Meeste rust van iedereen, ja. Okay. Jij hebt welke wedstrijd gekeken gisteren? Frankrijk-Zwitserland? Ik heb Frankrijk-Zwitserland gekeken, ja. Ja? En ik vind het heel jammer dat... jammer ook die shirtjes van Zwitserland. Ja, daar wil ik het even over hebben. Puma, ja. Waar ben je mee bezig, joh? Ja, je wordt dus niet gesponsord door Puma, dat is ook niet duidelijk. Nee. Wat is dit? Ah, ja, een vlekje. Nee, maar kijk die shirtjes nou. Het kan toch niet, op dit niveau, Kees. Neem ook rare broek. Ja, en, bij die Saka 2 keer. 5 shirtjes of zo ging het goed, was ik. Mooie... En de bal natuurlijk. Ja, dat de bal. De Adidas, dus de winnaar was eigenlijk Nike. Ja. Mooie opmerking van Shaqiri, hè? Die, over condooms. Over condooms, ja. Hey, wat ik nog verder opvallend vond, Pogba. Ja, er is veel om te doen geweest, zeker na die tweede wedstrijd. Een gebaar naar de perstribune gemaakt. Mm-hmm. Hier in Nederland eigenlijk niet heel veel van meegekregen. Maar zag je gisteren minder dat hij zich extra wilde bewijzen? Dat denk ik wel, inderdaad. Ja, de commentator zei het volgens mij ook. Hij is niet... Ja, hij is echt getergd, dat zag je wel. En ik denk dat
Pogba ook wel een speler is die dat nodig heeft. Er zijn voetballers, ik weet het van Lukaku bijvoorbeeld bij Everton, die heeft het ook altijd nodig als hij kritiek krijgt. Je zag het tegen Ierland bijvoorbeeld. Dan, ja, dan is die extra goed en sommige spelers hebben dat blijkbaar nodig. Ja. Oké. Okay. Minne, je krijgt gelijk een vraag in de chat. Waarom verkies je Gignac boven Giroud voor de tweede ronde? Ik vond Gignac gisteren heel erg goed spelen, heel bewegelijk. En ik heb met Giroud, natuurlijk hij heeft kwaliteiten voor een spits, maar ik vind hem toch te statisch. En zeker met de spelers die Frankrijk heeft, een Griezmann die vaak naar binnen trekt, een Pogba die aansluit, dat Giroud vaak in de weg staat. En daarom denk ik dat Gignac een betere optie is. Kees, ben je daarmee eens? Ja, ze zijn wel redelijk gelijkwaardig hoor, denk ik. En ik ben wel met hem eens dat Gignac wat meer van de individuele actie ook is. En Giroud is wel wat meer aanspeelpunt. Maar toch is Giroud wel gevaarlijk geweest dit, met zijn goal en die kobbel op de paal. En werkt ook altijd keihard voor het team. Dus ik denk dat hij Giroud laat staan. Ja. Jullie hebben met z'n drieën, of niet met z'n drieën, maar jullie hebben alle drie de wedstrijd Frankrijk-Zwitserland gekeken. Ook nog Roemenië-Albanië met de schuil. Jazeker, op klein schermen naast. Ja. Goed. Ja? Ja, het was niet... Ik heb gewoon even de samenvatting kort naar afloop gekeken. Daar ging het toch om, jongens? Jawel. Ja, het was ook wel mooi om te zien. Ook, hè, volgens mij. Wel echt heel veel gele kaarten. Ja, Roemenië, Albanië deed eigenlijk zelfs als in de eerste twee wedstrijden zakte in. En Roemenië moest nu het spel gaan maken. En ja, dat lukte gewoon totaal niet. En het was wel een beetje armoedtroef, hoor. En ook Albanië, die loerde dan een beetje op de counter. De goal kwam voort uit een fout van de keeper. Ja. Dus ik had hem ook op klein scherm dan aan. Dus dat zegt wel genoeg. Maar het was in ieder geval leuk. Hoe je het eerste doelpunt op een EK... Hoe ze dat vierden, ja. Dat was wel leuk, ja. Prachtig, man. Ja. En ze hadden het in die vorige twee wedstrijden best behoorlijk gedaan, Albanië. Beter dan Roemenië, vond ik. Ze hebben ook wat meer laten zien. Helemaal natuurlijk. Ja. Dan de laatste minuut volgehouden. 90 minuten, ja. Dus die hebben dit zeker verdiend. Hartstikke leuk. Dat ze doorgaan in plaats van Roemenië? Als ze doorgaan? Is maar de vraag natuurlijk. Wat denk jij? Met 3 punten, gaan ze door? Nou, ik moet zeggen, we hebben het er vandaag over gehad met al die berekeningen. En volgens mij moet Albanië nu 3 dagen wachten. Ik heb geen idee wat er allemaal moet gaan gebeuren voor Albanië om door te gaan. Maar dat vind ik wel het grote nadeel van dit toernooi. Dat als de poolfase af is gelopen, zou er duidelijkheid moeten zijn wie er door zijn. En voor die spelers is dat ook niet interessant. Je bent klaar met de poolfase en dan ga je nog 3 dagen in je hotel zitten en hopen dat je doorgaat. Ja. Ja, dat is wel raar, hè? Ja, dat zat ik ook aan te denken vanmiddag inderdaad. En nu hebben ze dan die volgende wedstrijden voor morgen en overmorgen... hebben ze de 4 op een dag gedaan om die tijd maar niet te lang te laten. Ja. Maar het is wel raar inderdaad. Hè? Ik krijg hier een vraag voor jou, Kees. Die zie ik net voorbij komen. Roemenië-Albanië ontsteeg het Jupiler League niveau nauwelijks. Toch, Kees? Ik heb nog wel meer wedstrijden gezien in de EK... wat het niveau nauwelijks... In de Jupiler League gebeurt in ieder geval altijd wat. Omdat de ploegen willen voetballen. En, maar goed, hier hebben we het al zo vaak over gehad. En dat ik hier vaker zit, herhaal ik mezelf nogal. Dit soort landen, hier zit niemand op te wachten. En dan krijg je dit soort potjes. En dan ook nog met die berekeningen, dan gaan ze ook nog allemaal afwachten. En het wordt er niet leuker. Maar dat zeggen heel veel mensen. Hè. Je zit er toch niet op te wachten op ploegen als Albanië. Maar Albanië kwalificeert zich wel in een pool met Servië en Portugal. Dat is toch super knap. Is ook zo. Dus waarschijnlijk hadden ze zich ook wel gekwalificeerd als er 16 ploegen gingen. Maar er zijn ook wel landen die zich denk ik niet hadden gekwalificeerd als er 16 landen gingen. En... Ierland. Sorry. Ja, ik wil best wel even aan de mensen vertellen wat wij vandaag hebben gedaan. En dat je er keihard bent afgegaan. Bowlen. Ierland-Engeland speelde. Dat was 2-1 voor Ierland. Maar misschien jij nou de Ieren wat? Of, nee, totaal. Het is een prachtig volk. Lekker eten altijd in Ierland. Mooie bibliotheek hebben ze daar. Oh. Goeie schrijvers. Zeker. Noemen ze 3? Wild. Wauw, de broers Wild. Kees, hier nog een vraag. Wat moet Roemenië nou? Moeten ze gewoon weer een hele nieuwe selectie gaan opbouwen? Nou, of blijkbaar word je neergezet als de kenner. Van ik weet alles van het Roemeens voetbal. Popescu. Wij hebben natuurlijk generaties gehad. Hè, waar die gasten uit de jaren 90 gewoon weer op gaan stemmen. Popescu, Hagi. Ja, Hagi vooral. Ja. Nou, voor de eerste wedstrijd spraken wij hier met die journalist uit Roemenië. En die vertelde toen al dat ze echt wel problemen hebben met de selectie. Dat ze bijna geen sterspelers hebben. Dat ze zelfs bijna geen spelers hebben die in Europa spelen. En ik weet niet of er daar een generatie achter zit die beter zijn. Of dat daar wel talenten bij zitten. Maar als ik dit elftal zo zie, dan zit er echt weinig soeps in. En, ook weinig een keer 1 of 2 spelers dat je zegt... Hey, dat zijn nog wel leuke spelers, maar
Weet jij trouwens vrolijk... Stankoe, die was wel goed, of wat is het? Ja, Stankoe, twee penalties gescoord. Ja, dat was wel okay. En San Martian viel gisteren in. Ja, was mooi om te zien, hè, voor de echte liefhebbers van de Eredivisie. Het is echt een hele tijd geleden. Willem van Hanegem was nog trainer van FC Utrecht. En toen speelde hij bij FC Utrecht. Ja, 36 inmiddels. Nou, dat zegt alles, denk ik. Maar nog steeds kon je wel zien dat het een fijne voetballer is. Wat trouwens mooi was te zien, van Stankoe en ik weet niet met wie, die kregen ruzie bij het nemen van een vrije trap. En dan zie je op zo'n moment al dat het echt niet lekker zit binnen zo'n ploeg. Ik wil dan jou weten, James, hoeveel punten heb jij gescoord bij de boot in? Volgens mij zat ik op 30. 30? 30 punten. Ah, dat is gewoon schappelijk. Was je daar tevreden over? Nee, niet heel erg. Maar ik had, heel veel wind tegen. Weet je? Ja, en er zat een paar hele boze reigers te kijken naar mijn hele tijd. Dus ik had gewoon echt... Oh, dat was die dag. Ja, echt hele boze reigers. Jesse Kwakman, hoeveel punten? 60. Echt waar? Koploper, ja, hè? Met niemand in de boot. Dus dat was niet slecht. Niemand in de boot? Nee, toch 60 punten. Dus, niemand in de boot bij jou? Nee. Ja, die zat er wel, maar die dronk een biertje en die zat achterover te leuk. Dus, Minne aan de beurt. Laten we even kijken hoe Minne het er vandaag afbracht bij de boot in. Daar is mijn vriend, de grote Engeland-kenner, Minne Groenstegen. Ja, goedemiddag. Ik heb er veel zin in, moet ik zeggen. Je hebt het weer van je favoriete voetballand meegenomen hier naartoe? Zo is dat, zo is dat. Het is perfecte omstandigheden om een balletje te trappen, dus we gaan het meemaken. 10, 20, 30? Ook voor de 30, uiteraard. Wow. Je hebt in ieder geval een goede uitstraling, denk ik. Want de jongens in de boot probeerden meer dan bij alle andere deelnemers. Nou, de volgende twee gaan erin. Ja. Telt deze? Zeker weten. De boot raken is punten tegenwoordig. Oké, okay, heel sportief. En nu de verdubbelaar. Ja, die gaat er ook in. Zo. Wow. Uw koploper, Minne Groenstegen. Ja, hij pakt niks te keeper, maar... Met een goede keeper waren ze allemaal erin gegaan, denk ik. Hè? Wat gaat er nu door je heen, nieuwe koploper? Ja, trots vooral. Ja? Ja, ja. Maar het duurt nog een paar weken, hè? Dus ik ben benieuwd wie mij gaat verslaan. Heel goed, nooit te vroeg juichen. Maar we hebben een nieuwe koploper, 90 punten. Knap, man. Heel goed. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Nee, niet klap. Wauw. Wauw, zure man. Ik zei het zelf ook tegen Jordi. Ja, jasje, dan krijg je dat. Jeetje. Nee, ik zei het zelf ook tegen Jordi. Die tweede ging eerst in het water en daarna naar de boot, ja. Ik had hem niet geteld, maar ja, goed, ik ga er niet over. Maar hij was wel lekker actief, hè, Lars? Gast. Even een weekendje rust gehad. Ja, dus dat belooft nog wat. Laten we even kijken. Nou, we beginnen met het rechterrijtje. Nou, nog steeds heel knap. Annie van der Meijden bovenaan het rechterrijtje. Knap. Dan gaan we naar plek 8. Peter van Vliet. Dan op plek 6. Nou, mooi duo, kan ik dan zeggen. Gevoel voor taal allebei. Freek Jansen en James Worthy. Mark van Rijswijk, toch wel verrassend op nummer 5. En ja, dan met z'n drie op plek 2. René van Leeuwen, Simon Tjommer en Kees Quackman. En dan Minne Groenstegen, 90 punten. Ja, je zei net... Wij samen ook 90, James. Ja, Jordi vroeg net aan je, wat gaat er door je heen? Dat, op dat moment kon je nog niet heel goed antwoord geven. Je hebt nu even tijd gehad om over na te denken. Wat gaat er nu door je heen als je deze stand ziet? Ja, het is wel een illustre rijtje natuurlijk waar ik boven sta. Is dit iets dat je op je cv zou zetten? Ja, zeker weten. Zeker weten. Die gaat er morgen meteen op. Ja, ik zie jou zo naar die ranglijst kijken. Wat valt je meest op? Wat valt me meest op? Niet heel veel eigenlijk. Nee. Het is ook mooi, hè? Ongeacht. Kees is de meest vriendelijke Volendammer die ik ken. Ik ken er twee. Maar Kees is de meest vriendelijke Volendammer. Totdat het op winnen aangaat. En mooi. Kijk hoe boos hij nog steeds is. Een echte proef. We hebben ook een EK-pool, toch? Ja, wat wil je nou zeggen? Ja, misschien kunnen we die ook even laten zien. Dat is ook wel leuk, misschien. Oh, Jezus. Oh, zijn jullie er bovenaan? Ja, zeker. Ik heb in naast Albanië gisteren. Nergens te zien, Minne. Je bent nergens vriend. Doe je niet mee, Minne? Mijn specialiteit, nee. Ik ben beter met mijn voeten. James? Zesde weer, hè? Zesde. Ja. Waar stond je vorige keer toen je was? Ja, James staat redelijk rond die plaats, moet ik zeggen. Maar volgens mij stond ik 12e en nu 6e. Je staat dicht bij elkaar. Heb je er nou bewust gedaan dat we de punten van Jeroen Groeten niet kunnen zien?
Ja, die valt gewoon van die ranglijst af. Dat is echt... Het ja, Jeroen moet weg met rust laten, want die is heel pist hierover, denk ik. Ja, dit is wel een mooi rijtje. Dit is, dit is gisteren meegerekend al. Jij hebt gisteren met Albanië gescoord. Ja. Veel punten gescoord bij de Albanië, had je het gisteren? Het valt wel mee, 5. Maar goed, de meeste hadden Roemenië als winst. Oké, okay, ja, dan vraagt gelijk iemand. Ik twijfel heel erg over de voorspellingen voor de pool. Ik hoef nog niet je uitslag te hebben, maar neem ons eens mee in je denkwijze. Hoe jij wedstrijden analyseert voordat je ze invult. Zit er een bepaalde tactiek achter? Van is dat je kinderen, de buurvrouw? Van de 80.000 die meedoen, sta ik gewoon 20.000. Dit is alleen onze EK-pool. De 60.000 slecht. Eigenlijk is dat, hè? Maar ik zou dan kijken. Ben ik gewoon dramatisch. Maar ja, jullie zijn zo slecht. Maar je hebt niet een bepaalde tactiek. Nee, ik gok gewoon vrij logisch eigenlijk. Maar ja, goed. En niet te veel goals invullen, want er vallen bijna geen goals. Nee, ik krijg hier ook een bericht, Minne. Roemenië zou gefixt zijn gisteren, die wedstrijd. Het gedrag van de keeper. Ja, ik weet niet of die keeper heel veel beter kan dan wat hij gisteren liet zien. Nee, want die heb ik gezien tegen Oekraïne vlak voor het toernooi in oefenwedstrijd. En toen was hij net zo slecht. Dus, ja, ik vind dat wordt tegenwoordig zo vaak geroepen als een keeper in de fout gaat. Maar ik geloof daar niet zo gauw in. Die jongens spelen ook voor de eer van hun land. En nee, ik geloof daar niet zo snel in. James? Nee, geloof je in matchfixing op zo'n hoog niveau? Nee. Nee. Ja, nee, maar ik hou van mensen. En, blijf je nog langer aankijken totdat je ja zegt. Nee, Neil, nee. Nee, maar wat wil je zeggen? Ja, ik weet niet wat ik ga zeggen, maar stiekem denk ik gewoon dat wij zijn gewoon goed, weet je? Wij. Diep van binnen. Wij, ja. Weet je? Goeie mensen. Ze zijn allemaal goede mensen. Behalve? Geert Wilders. Maar die fluit ook niet op een eindronde. Niet? Ah, wat een gemiste kans. Ja. Ah, die gasten hoeven er ook niet voor het geld te doen natuurlijk met dat matchfixing. Hè. Vaker gaat het in de lagere divisies en die krijgen dan misschien €10.000 aangeboden. Dat is voor jongens die... 2002 was gefixt toch? Met die vriend die de wedstrijd van Zuid-Korea tegen Italië floot. Die man uit Ecuador voor mij. Die later met 10 kilo coke werd gepakt op New York. Ja, een scheidsrechter. Ja, ja. Ja, maar goed, die verdient natuurlijk niet zoveel geld als dat een voetballer op dat niveau verdient. Dus je denkt, scheidsrechters fixen niet. ja, dat is een mooi verhaal. Maar jij denkt scheidsrechters eerder vatbaar zijn? Ja, denk ik wel. Maar goed, nee. Ken je spelers die benaderd zijn? Nee. Nee, echt niet. Nee, serieus niet. Ik heb wel eens dingen gezien waarvan ik dacht, nou... Yes. Bij je eigen teamgenoten? Nee. Of bedacht je dan, het is de Jupiler League? Nee, bij mezelf ook wel eens. Maar ja, goed, ik ben echt nooit benaderd, nee. Oké, okay. Nee, omdat je het steeds vaker hoort dat het ook nu in Nederlands plaats zou vinden. Je hebt al een paar keer, is er al een wedstrijd in de Jupiler League vorig jaar ook weer. Zijn er volgens mij op 2 wedstrijden veel gegokt. Maar geloof jij in dat in de Jupiler League gefixt wordt? Ja. Of is het heel naïef om te denken dat het niet in Nederland zal plaatsvinden? Ik denk dat wel het geval is. Maar je kan het toch niet hard maken. En je ziet echt wel eens fouten. En ik heb dit seizoen ook echt fouten gezien hoor. Dat ik denk, nou... Ja. Ja, ik heb er volgens mij wel eens over getweet ook. Maar je moet wel uitkijken met dat soort dingen. Hoe is dat in Engeland? In Engeland helemaal gek van gokken. Ja. Nou, ik weet wel... Kijk, ik denk dat het vroeger heel veel gebeurde. Ik heb het boek van Matt Letitia, de legende van Southampton, gelezen. En die zei dan bijvoorbeeld tegen zijn vrienden voor de wedstrijd... Oké, zet maar 100 pond in op de eerste ingooi voor de tegenstander. Want als ik de aftrap neem, dan leg ik hem net even iets te ver over de zijlijn. En dat soort dingen gebeurde... Dat is Premier League. Ja, dat soort dingen gebeurde denk ik wel veel in Engeland. Maar echt wedstrijden bewust verliezen, daar geloof ik niet zozeer in. Met Letitia, wat een held. Ja, hè? Maar jij, geloof je daar wel in? Nee. Oké, dan gaan we gewoon... Hoppa, want doorgaan over mooie dingen praten. Mooie dingen, oké. Ja, je bent echt gewoon mooi. Box voor het bruggetje. Mooie dingen. Moet je compliment geven. Wie? Jou. Waarom? Wie? Ja, daar gaan we naar handen. Oh, het filmpje. Oh. Engeland Wils, man. Oh, thanks. Ja? Je dacht ook over iets totaal anders. Ja, maar ik dacht over iets anders. Over een column of zo. Anne, dacht ik. Ja, precies. Mooie. Hele mooie vrouw. Ja. Maar nee, ik wil het eerst even hebben over iets moois. Ja, wat jij niet alleen hebt gemaakt. Weet je hoe de cameraman? Moet je even kretsen. David van der Vecht. David van der Vecht. Echt iets moois. David van der Vechten. Dat vind ik wat lastig. Oké. Wil je het zelf even aankondigen? Gaan we even een stukje kijken voor de videocolumn. Wat je hebt gezegd. Hier komt mijn videocolumn, jongens. Hoef alleen maar mijn echte achternaam te horen. Pugh, P-U-G-H. En dan weet je eigenlijk al meteen dat ook ik wat drakenbloed heb. Pugh betekent vruchtbare drakenzoon. Nee, dat verzin ik net. Maar het zou het kunnen betekenen. Maar ja, deze jongen is dus ook een tikkeltje Welsh. Dus zelfs als Engeland vandaag verliest, win ik toch een klein beetje. Dan juichen die paar druppels drakenbloed en dan drinken ze een biertje in mijn minst Engelse hartkamer. Al juich ik toch liever met mijn hele lichaam. Come on, England!
Bale scoort een vrije trap. Hij raakt de bal goed, maar volgens mij is hij nog beter in het omkopen van doelmannen. Dit is namelijk als een tweede goal die je nooit in had mogen gaan. Joe Hart pakt weer eens een homp klei en hij maakt er een potje van. Wat een kunst, ja, hè? Ongelooflijk. Nee, maar ik wilde net zeggen, de hele videocolumn kan je bij ons op Twitter en op Facebook terugkijken. Ik krijg heel veel positieve reacties ook in de chat voor je binnen. Wat doet het dan, zo'n positieve reactie die je denk ik ook heel veel op Twitter en Facebook hebt gehad? Superflyend. Ja, mooi. Ja, dat is gewoon mijn vak. Ja, en dat, ja, dat is gewoon fijn. Doe je vaak eigenlijk videocolumns? Dit is mijn tweede volgens mij, ja. Ja. Want ja, Liverpool was ook erg mooi met, met de League Cup finale. Ja. Ja, want hoe raak je nou in Frankrijk? Hoe kom je daar terecht? Met de auto. Ja, nee, maar ik bedoel, hoe krijg je kaart voor de wedstrijd? Heb je zelf gekocht of gefixt? Die krijg je dankzij de Toto natuurlijk, hè? Ja? Ja, tuurlijk. Oké. Toto. Leuk dat ze jou wel die kant op sturen, ons. Ja, ja. Sorry, Neil. Maar je nam je pa mee. Voor mij heb je dat vorige keer ook gedaan naar Liverpool. Ja. Hoe is dat dan? Engeland-Wales? Spannend. Ja, maar dat was echt doodeng. Dat was een super slechte wedstrijd ook. Er zegt niets aan, maar ja. We hebben lekker de 3 punten gepakt en nu gewoon even doorvlammen. Langs Slowakije en hoppa, langs Frankrijk misschien en dan Duitsland en dan misschien... Wat is je droomfinale? Stel Engeland haalt de finale, wie moet hier dan... Noord-Ierland. Dat lijkt me echt de perfecte finale, Noord-Ierland. Toch? Maar laten we even over Engeland-Wales, want... Ja, vooraf die eerste wedstrijd. Enorme teleurstelling. In de 90ste minuut de 1-1 tegenkrijgen tegen Rusland. Dan kom je ook nog 1-0 achter. Berezutski, ja. Hoe was de sfeer in het stadion? Redelijk grimmig wel, ja. Ja? Ja. Op een biertje gooien en... Wat voor vak zat jij? Ik zat met heel veel kinderen. Dat was echt heel irritant. Weet je, die zaten de hele tijd met zo'n ding, 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 ding. Fucking irritant. Maar ja... Dat was de vraag. Ik weet het niet. Ik bedoel, de eerste wedstrijd speelde gelijk. Ja. En dan kom je 1-0 achter tegen Wales. Ja. En dan? Weet je, die sfeer in het stadion. Altijd hoop houden. Ben je dan rustig? Ga je schreeuwen? Hoe is je vader? Die was wel echt heel heel erg aan het schelden, ja. Ja? Ja, was wel een beetje jammerlijk schaam. Maar James, jouw vader komt uit Liverpool, hè? Ja, klopt. Scousers hebben normaal gesproken niet zoveel met Engeland, toch? Dat klopt, ja, ja. Waarom jouw vader wel? Jezus, wat een persoonlijke vraag. Ja, hè? Waarom houdt mijn vader van het voetbal? Nou ja, vooral het Engelse team is vaak in Liverpool en omgeving... wordt daar niet echt met belangstelling naar gekeken. Waarschijnlijk heeft dat dan wel misschien iets te maken... dat wij nooit meer prijzen winnen met Liverpool. Ja. Het is echt zo treurig, dat team nu weer... Dus dan neemt hij Engeland er bij. Nu gaan we wel winnen. Ja, ja. Gewoon de kansen vergroten. Ben je bang eigenlijk voor Slowakije? Als je kijkt naar Rusland en Wils, wat je hebt gehad? Ik ben wel een beetje bang voor, hoe heet die rare jongen? Hamsik en die Kuka en Skrtel natuurlijk. Wijs. Ja, nee. Ook goed. Nee. Er komen heel veel vragen, zijn heel veel Engeland-fans in de chat. Ja, is toch? James, ja? Verwacht je nog magie van Rashford dit toernooi? Nee. Nee, want? Hij heeft een heel goed seizoen. Hij is doorgebroken bij United. Ja, een paar beslissende goals gemaakt met zijn acties. Nee. Ja, de vraag is of hij echt als spits komt te spelen natuurlijk. Hè? Want hij heeft en Kane en Sturridge en Vardy centraal. Ja, hij kwam nu al als aan de linkerkant kwam hij er al in. Maar dat zou een perfecte rol zijn om nog te uit kunnen blinken. Ik heb dan stukken meer met Sturridge dan. Ja, ik wilde dat je bijna ging zeggen Sterling. Sterling, dat heb ik helemaal gekund. Nee. Wat een pannenkoek is dat. Zonde. Ja? Maar hij is een supergoeie vader. Van? Hoeveel kinderen? 16 kinderen heeft hij. Bij hoeveel vrouwen? 18. Fucking knap. Maar we hebben die grap vorig jaar ook gemaakt. Was wel iets minder. Dat is gewoon een grap, hoor. Ja, zeker. 16, 18, heel veel getallen. Minne. Ja. Engeland liever zonder Rooney of Engeland liever zonder Vardy? Ja, liever zonder Vardy dan. Want Rooney is gewoon... Ja, onderdeel van het Engelse team, hoe slecht hij ook speelt bij zijn club soms. Hij hoort daar gewoon in. En ik denk dat hij dit toernooi ook wel weer... Ja, voor zo'n jonge ploeg is hij gewoon belangrijk. Er moet gewoon iemand zijn die de druk aan kan. En ja, Kees, hij staat de man voor. Ik vind Vardy wel echt een gigantisch seizoen hebben gedraaid, hoor. En ik vind ook dat hij enorm gegroeid is in zijn technische vaardigheid. Want ze zeggen ook, hij kan niet goed in de kleine ruimte. Maar bijvoorbeeld bij die tweede goal, die hij aan Sturridge meegeeft, hoe hij dat ook doet. Ja, ik vind het echt knap. Maar ja, goed, het is een dilemma. Ze moeten gewoon allebei spelen. Ja. Eens. Simpel. Kees, het is misschien lastig uit te leggen. Je bent zelf nooit echt spits geweest. Je scoort wel af en toe een goal. Maar kan je nou verklaren wat hij deed bij die eerste goal?
Wie, Vardy? Ja, het is natuurlijk super raar dat je expres buitenspel gaat staan. Ja, dat is gewoon puur echt dat gevoel hebben om de juiste plaats te staan. Hopen dat die bal nog bij jou valt. Ik zag dat Aten Mos direct op Twitter 110% buitenspel. Ja, ik denk dat heel veel mensen dat dachten. Wat dacht jij? Schrok jij in het stadion? Ja, maar ik dacht shit. Weer buitenspel. Ja, dacht je? Ja. Want waar, zat je achter een goal of zat je centraal? Ik zat een beetje de lange kant rechts. Was het bij jou? Nee. Zeg maar, was het aan de overkant? Nee, maar ik zag helemaal niks eigenlijk. Alleen maar kinderen. Ja. Ik zag alleen maar kinderen. Ja, ik ga ook maar juichen. Yay! Ja. Er kwam hier een vraag binnen, maar ook als je moet kiezen. Dan Vardy of Kane? Blijf je vertrouwen geven aan Kane? Dat is lastig. Nee. Jij absoluut niet? Nee. Je bent ook wat rigoureuzer dan minder daarin dan, denk ik. Ja, weet je wat het is met toernooien? Je hebt geen tijd om erin te groeien. Je moet eigenlijk vanaf de eerste wedstrijd het gevoel hebben van dit wordt mijn toernooi. En je ziet het bij Kane en ook misschien wel bij Dele Alli. Ze hebben het gewoon niet. En dan moet je eigenlijk als bondscoach meteen schakelen en kijken wie hebben het wel. En ik denk dat daarom vanavond heel interessant wordt. Er zijn 6 nieuwe jongens die erin staan. Ja, wie pakt zijn kans? En die zullen gaan spelen in de 8e finale. Ja, dat klopt helemaal. Ja, denk ik. Je kan niet even denken, we geven nog even een vertrouwen. Want anders is het misschien vervelend voor die jongens. Je moet gewoon gelijk als bondscoach... Laten we gelijk even de opstellingen bijpakken. Hier hebben we Hart, Klein, Cahill, Smalling, Bertrand, Dyer, Henderson, Wilshere, Lallana, Sturridge en Vardy. Grootste verrassing dan? Hij laat zijn centrum intact. Dat vind ik jammer, want ik vind dat John Stones erin hoort. Maar goed. Daarin ben ik misschien een beetje gekleurd als Everton-fan. Ja. Verder vind ik het een prima opstelling. Ik bedoel, de backs, dat is ook geen groot verschil met de jongens die er eerst stonden. Nee. Jij, James? Even kijken, dan ben ik er blij mee. Maar ik had dan, denk ik... dan had ik deze eruit gehaald. Dyer voor Wayne Rooney natuurlijk, man. Ja. En dan Henderson wat meer controlerend laten spelen en Rooney wat dieper. Ja, dat is perfect geweest. Maar nu... Ja. Nee. Nou, misschien geeft hij Rooney wel rust, hoor. Het zou zomaar kunnen. Maar we zagen bij Frankrijk gisteren natuurlijk die wissels. Hij is 30, hè, Rooney? Ja. Rust, hij speelt al vanaf zijn 16. Ik wil net zeggen, hij speelt al 14 jaar profvoetbal. Het kan ook ene lichaam, de een zorgt wat beter voor zijn lichaam dan de ander. Maar je weet ook niet, misschien heeft hij wel aangegeven of in samenspraak met de medische staf dat hij niet helemaal fit is. Dat denk ik niet. Dat zou zomaar kunnen. Hij niet hoor, maar hij zegt dat niet. Ja, het is wel een vraag die niet gewisseld is. Joe Hart, moet hij nog steeds altijd het vertrouwen krijgen? Ja, ik vind je hebt een eerste doelman en daar moet je niet te veel mee gaan wisselen. Dat is niet goed voor een team en zeker niet voor de keeper zelf, denk ik. Nee. En dan nog 4-4-2 of 4-3-3? Ik heb bij Engeland al het idee dat ze maar wat doen. er zit weinig tactische... Ja, je kan er weinig tactiek in ontdekken. Ja, doe deze uit. Ik vind het een prachtig voetballer. Wat de vloeken hier, hoor. Ja. Ja, maar dat hoeft ook niet, man. Vind jij Hodgson een tactisch genie? Ik vind hem een leuke man, maar ik vind hem geen goede trainer, denk ik. Nee. Nou, dat was wat ik bedoelde. Ja, hij zegt alleen iets anders. Ja. Super vriendelijk. Super vriendelijke man, denk ik. Ja, ik denk dat hij ook echt een gentleman is voor de Engelse ploeg. Ja. Hoe vaak heeft Slowakije van Engeland gewonnen, denk je? Nul keer. Hoe vaak hebben ze tegen elkaar gespeeld? 3 keer. Wauw, ze hebben huiswerk gedaan. Ja, tuurlijk. Zal ik je belonen? Ja. Oké. Okay. Zullen we dan samen naar de quizvraag gaan kijken van vandaag, van Anne? Oh, graag. Ja, let's go. Okay. Hoi, ik ben Anne en welkom bij de Simpel EK Daily Quiz. We gaan eerst even kijken naar het antwoord en de winnaar van gisteren. En dan gaan we nu naar de vraag van vandaag. Welke EK-bondscoach stopte al op 19-jarige leeftijd met zijn actieve loopbaan door een blessure? Weet jij het antwoord en wil je kans maken op zo'n super tof voetbalculture shirt? Laat het ons dan weten via Twitter met de hashtag EKDaily of stuur een mailtje naar quiz@ekdaily.tv. Heel veel succes en tot morgen! Je hebt een vraag. Moeilijke vraag. Ja, wat was de vraag? Welke bondscoach moest stoppen met voetbal op zijn 19e? En je weet het antwoord? Ja, tuurlijk. Ja, maar dat weet iedereen. Nou, zeg dan. Rusland. De bondscoach heet Rusland. Rusland. Ja. Nou ja, Yuri, Petrov. Kasparov. Ik weet niet hoe die heet. Yuri Kasparov. Ik weet niet hoe die heet, maar hij is oud. Hij is oud, oké. Okay. Nou, voor vodka waarschijnlijk. Maar ja, nou. Jij denkt dat deze man is. Ja. Hij zou die mensen adviseren als ze een voetbalculture willen winnen.
Deze man. Vooral avond. Ik vind het antwoord, als je het goede antwoord weet, is mooi. Maar als je het verhaal erachter kan vertellen, dan is het helemaal. Hoe kan pas aan iemand geven als het. Dan krijg je twee shirts. Ik heb het verhaal net aan. Is streng, man. Ja, nee, ik heb het verhaal net aan James verteld. Het is een goed verhaal. Nee, maar ik heb het tegen jou verteld. Winnen pakt gewoon jou. Wauw, winnen. Eén keer op de bank. Wauw. Sorry, ja, Engeland, sorry, ik zal meteen naast de schoenen lopen. Ik zal het niet meer doen. Er komt hier trouwens iemand binnen, Kees, voor jou. Ja. En die zegt, ik wil je complimenteren met je Arno Vermeulen-analyses. Oh, is het zo? Arno, ja, hij doet het wel heel goed de laatste tijd, moet ik eerlijk zeggen. Dus er valt weinig meer te bekritiseren op hem. Maar hij heeft wel een beetje rustig geworden sinds we hier een commentator naar je hebben gehad op de bank. Nee, want Mark ben ik gewoon groot fan van. Nee, en ja, die jongens, ze hebben het best wel aardig opgepakt, de commentators. Dus misschien moesten die ook even groeien in toernooi. Dat zei Mark ook, dat die al die commentators bij de NOS hebben ook heel lang geen live verslag gedaan. Geen hele wedstrijd. Dus het kan gerust dat je daar aan moet wennen. Ze hebben geen Nederlands elftal, geen Champions League. Samenvattingen, ja. Dus het kan dat je daar aan moet wennen, zei Mark. En misschien is dat ook wel het geval geweest. Hoe komt het midden dat als we het toch over commentatoren hebben, dat het altijd zo lekker wegkijkt bij de BBC? Ja, ik vind dat wedstrijden, het commentaar moet ook een beetje bij de stemming passen. Ik doe het ook als Duitsland speelt, ga ik naar ZDF. Als ik België kijk, dan kijk ik op de Belgische zender. En als Turkije speelt? Ik weet niet of die zender op mijn tv zit. Maar goed. Wel toch? Ja, ja, die zit. Hoe heet die zender? Hoe heet die Turkse zender ook alweer? Ik weet het niet meer. Maar moeten we aan Jordi vragen? Ja. Rayuno? Nee, maar de BBC die maken er altijd een happening van zo'n wedstrijd. Zeker in de voorbeschouwing ook en de interviews vooraf. Ze hebben een voorbeschouwing, ze praten 5 minuten en dan hebben ze weer een interview, weer een sfeerfilmpje. Ja. Ze hebben ook een geweldige locatie nu waar ze zitten deze zomer. Ja. Echt aan de Eiffeltoren, een geweldig uitzicht. Met Gary Lineker toch? Ja, het is echt prachtig waar ze zitten. Vind je het mooier dan waar wij nu zitten? Nou, deze locatie is mooi. Dit is wel een stukje mooier, hoor. Dit, ja. Ja, toch? Ja, man. Ja, die hebben geen voetvolleyveldje, hoor, voor de deur. En die hebben ook geen de boot in. Nee. Nee. Maar James, kijk jij dan ook als je wedstrijd van Engel liever op de BBC? Ja. Of boeit het je eigenlijk niet zoveel? Nee, maar ik hou wel van de BBC altijd, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 okay. Ik hou van de BBC. Ja, nee, ik vind het wel zo bijzonder. Je hoort omdat je best wel veel Nederlandse mensen kijken, zeg maar, de BBC. En je hoort nooit een wanklank erover. Ja, het is natuurlijk jammer. Ze hebben de helft van de wedstrijden maar. Hè? De andere helft zit bij ITV. Dus je moet altijd een beetje zappen en maar hopen dat die wedstrijd ook daar wordt uitgezonden. Maar ik kijk ook het liefst op de BBC eigenlijk altijd wel. Ja, ik krijg een beetje het verwijt, dat we het ook natuurlijk over Slowakije moeten hebben. Slowakije. Moeten jullie bang zijn voor Slowakije? Zeker. De vorige wedstrijd. Ja hoor, ja. Ja, maar ik denk dat het, ik denk dat het 4-2 wordt. Dus het is best lastig. 4-2 voor Slowakije? Ja, wat denk je? Nee, maar 4-2 voor Slowakije kan niet. Kom op man, het is Slowakije. Maar ze zijn wel lastig, denk ik. Minnen? Dus, toch of niet? Ja, ik moet zeggen dat ik Slowakije nog niet heb zien spelen dit toernooi. Ik had kaarten voor Slowakije-Rusland. Die heb ik doorverkocht. Dat heb je goed gedaan. Het was een leuke wedstrijd. Dat was een mooie pot, toch? Ja, dat was. Zeker voor jezelf? Ja, dat was best een mooie. Waarom heb je ze doorverkocht? Omdat een vriend van mij half Slowaaks is en zijn vriendin was Russisch. Dus die kon ik daar meer een plezier mee doen dan mezelf. Zijn nog steeds bij elkaar? Ja. Wat lief van je dan. Ja, goed hè. Jeetje. Dat is wel lief van je. We staan ook, hè? Ja. Engelsen met een hart. Serieus? Die Ieren, jongen. Maar je bent net zoals Jean-Paul. Je bent eigenlijk veel in Frankrijk geweest. Ik heb de eerste week van het toernooi in Parijs beleefd inderdaad. Na 3 wedstrijden geweest. Ierland, Zweden, Turkije, Kroatië ook. En bij Duitsland, Polen geweest. Waren geen hoogstaande wedstrijden. Maar de sfeer in Parijs was echt top. Ja. En dan moet ik zeggen dat het vooral bij de Eiffeltoren, de fanzone daar. Daar heb ik eigenlijk 4 avonden gestaan. En ja, ik heb me daar echt geweldig vermaakt. Ja, er is nu iemand in Parijs. Vriend van de show, Jean-Paul Rizon. Is een Duitsland shirt. Met een Duitsland shirt. Met zijn naam achterop. Man. Ja. Goedenavond, Jean-Paul. Ja, ik had ook België kunnen nemen. Maar ik dacht dat jullie toch trots op me zouden zijn als ik... Nee. Duitsland ook is het. Je bent in Parijs op dit moment. Waar ben je in Parijs? Ik ben nu vlakbij het hotel. Maar we zijn als FC Afkikken uitgenodigd door een Adidas evenement. Heel mooi. En ze gaan vandaag iets heel tofs lanceren. Voor de knock-out fase van dit toernooi. En een nieuwe bal. Zo. Daar zijn wij bij uitgenodigd. Dus dat wordt interessant. Kwam dat door gisteren? Ja,
Ja, ik weet het niet. Dat zou ik even moeten vragen zo meteen. Maar dat ging gisteren natuurlijk wel een beetje mis. Ik denk eerder dat Puma zich zorgen maakt. Okay, ja, over die shirtjes. Maar wat heb je vandaag allemaal meegemaakt daar? Of kom je net eigenlijk aan? Ja, ik kom eigenlijk net pas een beetje aan. We zijn net natuurlijk een beetje in andere kleren gestoken. Maar ik kwam Miralem Pjanic tegen net. Dat was leuk. En die zei, hey Jean-Paul. De rest moet nog komen. Trouwe kijker. Ja, de FC afkikken. De Ja, dat was hij. Dus. Oké, maar... Nee, maar goed, alles onder controle hier. We gaan zo de wedstrijd kijken. Wat gebeurt er met die camera de hele tijd? Het is allemaal duizelig. Sorry. Ja, James heeft... Ik ben lekker aan het dansen, James. Ja, alsof je even rustig kan staan. Ben de Lambara te dansen, die is al pasje. Maar je bent nu, dus je gaat straks de lancering... Ja, tekst. Lancering zien van de bal. Je bent Pjanic tegengekomen. Kan je nog meer daar gaan verwachten? Adidas, gerelateerde sterren. Ja, neem ons eens mee wat je mee gaat maken, jongen. Ja, ze doen er super geheimzinnig over. Dus het wordt denk ik wel een behoorlijk groot feestje. Het enige waar ik me zorgen over maak is het schijnt een rooftop party te zijn. En het is echt kut weer hier. Dus... Oh, is het daar kut? Nou, hier is het heerlijk. Fantastische dag hier gehad in Nederland, Jean-Paul. Nou, het is nu 2 seconden droog, dus ik sta even buiten. Maar verder is het huilen met de pet op. Oké, nou, hou ons in ieder geval op de hoogte. Voor mij ga je er ook nog een verslag van maken van wat je allemaal hebt meegemaakt. En gaan we de komende dagen... Ik zet geen stap zonder jullie mee te nemen. Oh, fantastisch. Dankjewel, geniet ervan. Nou, veel plezier. En ja, Duitsland shirt staat je toch wel echt goed hoor, Jean-Paul. Jullie succes jongens, met Engeland. Komt goed, Steffi Graaf. En geniet hè, van die rooftop party, jongen. Ik wou eerst Jens Jeremies achterop zetten, maar ik moest me echt inhouden. Maar staat er iets achterop eigenlijk? Zijn achternaam. Ja, natuurlijk. De naam van de beste voetballer die Duitsland ooit gehad heeft. Jean-Paul Rison. Klasse, jongen. Geniet ervan, hè. Doei. Groetjes. Oh, ja. Goh, ze heeft ook een leven, hè? Echt een heerlijk leventje. En morgen weer terug en dan weer naar Lans, hè. Het is ongelooflijk. Ja, hoe houdt hij het vol? Die kant op? Nee, helaas niet. Ik had wel... ik heb eigenlijk te vroeg gepiekt in het toernooi. Ik had nog wel 3 weken in Parijs willen zijn, denk ik, ja. Je had mee kunnen doen, hè, met die retweet en volgactie. Misschien ga ik dat nog wel doen. Tot wanneer kan het? Ik denk dat we de winnaar vanavond na de wedstrijd bekendmaken. Dus als je kans wil maken om morgen bij de wedstrijd Tsjechië-Turkije te zijn... samen met de man die we net hebben gezien, Jean-Paul Rison... Dan moet je gewoon heel even zillen, heel vooral simpel. Vooral de laatste is leuk. Ja, ik denk het zeker. Als je een wedstrijd mee kan maken naar Jean-Paul Rison. Maar ook Tsjechië-Turkije, want ja, daar gaat het nog om. Oh nee, Turkije, tuurlijk. Sorry. Ja, maar dat maakt niet uit. Spanje dus volg ons op Twitter, Facebook, Instagram. En dan maak je kans om morgen na Jean-Paul Rison, Minnen zei het al, ik kan het zelf ook beamen, fantastisch om een keer een wedstrijd met hem mee te maken. Dus de winnaar maken we vanavond na de wedstrijden van 9 uur bekend. Straks die andere wedstrijd is Wils tegen Rusland. En eerder vandaag sprak ik met Wils Watcher, dat is die tegenwoordig. Simon Zwartkruis van Voetbal International. En ik vroeg hem, ik moet wel trouwens zeggen, het geluid was een beetje slecht op het eind. Maar ik vroeg hem, wat voor Wils we nou eigenlijk kunnen verwachten vanavond? Nou, niet veel anders dan in de voorgaande wedstrijden. Het is een ploeg die zich eigenlijk vrij makkelijk aanpast aan wie ze tegenkomen op het veld. Bondscoach Chris Coleman noemt dat fluid. Op papier spelen ze, even in cijfertjes praten, 5-2-2-1, zo zegt hij dat. Maar in balbezit gaan ze met die aanvallende backs van ze, dan stuiven ze naar voren. Bij balverlies dan groepeert het zich weer een beetje naar achteren. En dat allemaal onder regie van Joe Allen van Liverpool, die tot nu toe erg goed doet hier, vind ik, in Frankrijk. En ja, voorin speculeren ze natuurlijk op Gareth Bale de hele tijd. Ramsey moet daar voor de aanvoer zorgen. En het aparte vind ik wel dat in de aanloop naar die wedstrijden van Wales hier gaat het bij die tegenstanders maar over één man, over hem. Hoe hem te neutraliseren. Niet alleen zijn acties, maar ook de aanvoer naar Bale toe. En dat lukt toch vrij slecht. De Engelsen redelijk, maar bij Slowakije niet. Ze hebben 10 keer tussen de palen geschoten, Wales, tot nu toe in die 2 wedstrijden. En 6 keer was dat toch weer Bale. Ook die vrije trappen natuurlijk. Maar hij blijft toch ontzettend gevaarlijk en belangrijk. Ja, als je kijkt vanuit het oogpunt van Wales. We hebben eerst Slowakije gehad, toen Engeland, nu Rusland. Hoe schatten ze de Russen in? Nou, het is wel grappig dat ze hier eigenlijk met een soort underdog gevoel heen kwamen. Het was wel geweldig dat ze het überhaupt bereikt hadden na 58 jaar weer op een groot toernooi. Dat hele landje dat stond toen al op zijn kop. En na die wedstrijd tegen Slowakije is er wel iets gebeurd daar eigenlijk in die groep. Ik heb die eerste periode in het film, ik heb het wel allemaal goed kunnen observeren. Ja. En er gebeurde echt wat daar. En ja,
ze hadden allemaal zoiets van ja, nu gaan we gewoon doorbeuken ook. En natuurlijk Engeland en alle sentimenten die daar spelen. Maar ook, ja, ook die Russen, ze willen nu verder. En in die zin, ja, ze kijken er niet echt tegenop meer. Ja, nou ja, we vragen het aan iedereen waarmee we skypen. Doe maar een voorspelling voor de wedstrijd zometeen. Nou, ze scoren natuurlijk heel moeizaam. Hè? Dat heb je die kwalificatiereeks ook gezien. 11 goals in 10 wedstrijden. Er staat een ijzersterke defensie tegenover. 4 tegengoals in die serie. Dus ik verwacht niet heel veel goals. 1-0. Voor Wales? Voor Wales, ja. Oké. Okay. Nou, we gaan het meemaken. Simon, in ieder geval dank voor je tijd. En geniet van de wedstrijd zometeen. Oké, jullie ook. Wales wint met 1-0, zegt Simon. Wat zeg jij, James? Ik zeg Rusland 2-0. Wauw. Hoezo? Wauw, dus Rusland tegen Wales. Ja, dat weet Rusland, ik. Maar Rusland heeft echt nog niks laten zien, dit toernooi. Ja, maar nu gaan ze vlammen. Dat voelen. Waarom? Dat weet ik van, maar ik lul ook maar wat. Okay. Maar ik denk het wel. Rusland 2-0. Minna? Ik vertrouw op Gareth Bale. Echt? 1-0. Huh? Oh. Ik heb 0-1 voor Wales ingevuld in de pool. Wauw, jongens. Ja? Dus ik hoop dat... Ik denk dat Wales wat gaat in... Even James even te overtuigen dan, jullie met z'n tweeën. Waarom... Nou, omdat ik Rusland een bedroefde ploeg vind, ten eerste. Huh? En, dat was weer zo'n boze tweet. Dat jij zei, ja, hoe kan het nou als je hoeveel... Ik weet niet hoeveel... 143 miljoen inwoners, zoiets hebt. En dan kom je met zo'n team op de proppen. Ja, dat... Maar weet je waar die wonen, al die mensen? Dat zijn heel veel vrouwen ook wel, hè? Dat zijn geen... De helft is vrouwen, dat is wel... Dat is goed, wij klagen met 16 miljoen mensen. Maar wat mooie vrouwen trouwens. Ja, dat hebben ze nou, dat kan wel. Ik beamen. Kova. Ik ben in Sint-Petersburg geweest. Dat is inderdaad mooi. Goedie Kova. Ja, heel goed. Nee, maar goed, ik denk dat Wales wat gaat inzakken en Rusland een spel laat maken. En dan gaan ze met Bill voorin, denk ik, dat die lekker goed gaat beslissen. Ja. Ja, en op zich hield Wales het ook heel lang vol tegen Engeland. Ik wil het geen lucky goals noemen, maar... Ja. Maar ik ben ook wel met James een beetje heen. Wales heeft ook nog niet heel veel laten zien. En de goals die ze gemaakt hebben. 2 vrije trappen, 2 fouten van de keepers. Dus, maar goed, ze moeten allebei. Dus misschien wordt het wel een leuke wedstrijd. Laten we het gaan vragen aan Toko Tailade. Ja, wou ik net zeggen. I pronounce your name right. Yeah, it's all right. So you first have to explain me. You're living, I think, in Denmark. But you're crazy about Russian football. Yeah, exactly. It's one of those things, I guess. How did that happen? Token? Yeah, sorry? I said, how did that happen, your fascination for Russian football? Well, it's difficult to explain, but basically it's an interest in Russia, an interest in football, and a love for when politics and football is combined, and you don't find that more common anywhere else than in Russia. Okay, it's an interesting story when I found you on the internet. Thanks for making some time to chat about Russia with us. That's a pleasure. James is a big Russia fan. He just pronounced that he thinks that Russia will win with 2-0 tonight. What do you think? Well, I just saw the starting lineup and I must say I'm a bit optimistic now. I haven't really been impressed with Slutsky for the first 2 games. I think he made a lot of tactical mistakes, but I could see Russia winning now. Why? Well, because we have Roman Shirokov in the starting lineup. I think the first 2 games were really poor offensively. But with Shirokov and Pavel Mamayev on the midfield, Russia really has these dynamic players who can change the pace of a game. So, yeah, I think Russia can pull away with the win now. They have to if they want to advance. Yeah, is this a attacking formation? Yeah, definitely. In the first 2 games, it was quite defensive. We had Roman Neustädter, whose only job was to defend. Yeah. And then, but now we have Mamayev and even Glushukov. He's the most defensive-minded midfielder. And he's a midfielder who is really strong in the offensive part of the game. He scored against Slovakia last week, and he has some good passing skills. So it's definitely way more offensive-minded than in the first 2 games. Yeah, can you tell us a little bit more about the expectations back in Russia about this team? Yeah, the official expectation for this Euro was definitely to advance from the group, and Roman Shirokov even talked about going to the quarterfinals. Wow. And yeah, so anything else than advancing from the group is definitely a huge disappointment. But when that is said, I think people are also a bit realistic about the team. They know that even though some of these players are doing quite well in Russia, it is not the strongest team. It's nowhere near the level we saw in 2008 when they reached the semifinals. So it is also a team in the developing
it is meant to peak in 2 years' time for the World Cup, and not yet. Yeah. I have a question about the coach. There's an interesting story. He didn't receive any money until now, but he will receive a bonus after the tournament. That's right. Yeah, that's true. He took over after Fabio Capello, who, as you probably know, was the best paid national team coach in the world when he was in charge of the Russian national team. The story, it's quite interesting, really, because the Russian Football Union is quite poor, actually. They don't have the money to pay a coach well. They don't have the money to pay Leonid Slutsky as he actually deserves. And earlier, we had guys like Roman Abramovich, the Chelsea owner, of course, who helped the union financially. But that's not the case anymore. So after he pulled his funding, they simply couldn't afford to pay Fabio Capello his salary, and so we had Alisher Usmanov, the one of the main shareholders at Arsenal, who had to come in and save them with his money, so they could pay Capello and so they could afford to fire him after they lost to Austria last year. Unbelievable. I have some questions people ask me in the YouTube chat. In what kind of room are you sitting? It's a little sauna. Bit smoky, or in a sauna? I don't know. I think it's just the light on my camera. Okay. Toka, can you predict the score for us? Yeah, I think Russia will win 2-1. 2-1. Okay. Yeah. All right. If Russia will advance after tonight, we'll talk to you next week. Yeah, anytime. Okay. Thank you very much for your time. It's a pleasure. Bye-bye. Bye. Nou. Mooi. Zeker. Een fan van het Russische voetbal die in Denemarken woont en die in de sauna voetbal aan het schrijven is. Prachtig, jongen. Ja. Voetbal is prachtig. Perfect Engels spreekt ook. Ja? Ja. Takema heet het. Takema van Rusland hebben we net mee gesproken. Live vanuit de sauna. Weet je wie ook een mooie naam heeft? Lars. Lars, oh. Lars. Jij bent een groot fan van Lars, toch? Ik ben een hele grote fan van grote Lars. Ja, Lars krijgt altijd opdrachten van jullie. En vandaag kreeg hij een opdracht, via hashtag Ekadeli, om iets te gaan doen met het land Wils. Wales speelt vanavond tegen Rusland. Aan een puntje hebben ze in principe genoeg. Gareth Bale kent natuurlijk iedereen. Maar weten de mensen wel waar Wales ligt en hoe ze de prachtige taal moeten uitspreken? Kan je even mij Wales aanwijzen? Wales, dat... ligt hier ongeveer, denk ik. Kan je voor mij Wales aanwijzen? Eén van de twee. Nou, dat moet ergens hier zijn. Toch? Waar ligt Wales? Dus. Ik denk hier. Daar is Wales, volgens mij. In één keer juist, helemaal perfect. Ik denk hier al. Ja? Ik zit helemaal naast. U denkt dat het een beetje naast Turkije en zo ligt? Weet ik veel, ik ben er nooit geweest. Looks like a pig. Oh, right there, mate. Right there. Horrible country. Don't go there. Gaan weer pugvingig gogerish windrobo gaan tisilio gogogo. De langste plaatsnaam in Europa. Maar liefst 53 letters. Enverpugil. Staat er nou? Ja. Is het Engels? Oh, this is Welsh. Ja, dit is Welsh. Lanfer Plavin Glossary. Glory. Sanpoya le Brubble. Lanfer Pirelli Gigali Gojo. Lekker Turks. Pavle Gwin Gil Goger. Win Gogeri, win de drop, we gaan ze gogogog. Goch. Nee. I practiced all morning. Ja, dit moest in het Wales uitspreken. In het Wales? Ja. Bouw, Sjorbouw, Wilna. Lampar, Rockery, Chibek, Brol, Land. Bolan, Tisilio. Lampar, Wilwen. Ongil, Gogerich, Wir. Lampar, Perklinger. Silikokok. Silogogogogok. Rogo, Gogog. Siligokok. Blani, Siligogogok. Kok. Dan zie Leo go. Hey, dat is gewoon. Ben je deel. Kom je uit Wales of niet? Nou, misschien wel. Lanfer wil heel gogeri win weer een drop wil nant is hier gogogog. Heel knap. Kok. Go. Go.
Maar we kregen ook gewoon boze reacties de afgelopen dagen dat Lars er niet was. Ja? Met zijn item. Terecht. Terecht. Keihard teruggekomen, toch? Dat is de sterren van de show. Geweldige mentaliteit. Gewoon die boot in duiken ook vandaag. Ja, zonder tegenzin ook, hè? Ja. Ja. Hij stond te springen. Ja. Had jij wel geraden waar Wils had gelegen? Nee, eerlijk gezegd naast niet. Naast Turkije? Of, ja, nou, dat had ik niet aangewezen, maar wel in de buurt bij Engeland. Maar... Jij dacht in het noorden? Ik dacht ook, ja. Okay. Nou goed. Schotland is het noorden, ja. Schotland. Goed dat jij dat wel weet. Natuurlijk. Ja, knap. Maar. Heel knap voor jou. Maar ik heb 7 jaar over mijn haven gedaan, ik kan wel wat. Heel klasse, jongen. Leer je 2 jaar lang, ja. Ik heb nog wat vragen uit de YouTube-chat voor jullie. Vinden jullie Slowakije Hamsik georiënteerder dan Wils Bill georiënteerder? Minne. Ik kan je geen antwoord geven, want ik heb Slowakije nog niet zien spelen. Ja. Kees? Vraag voor Kees. Ja, want ik vind dat Wils nog... Ook de statistieken naast elkaar. Misschien niet, ja. Ik vind in ieder geval dat Wils meer goede spelers heeft met Allen en Ramsey. En de backs vind ik goed. En ik heb bij Slowakije op die wijs na weinig soeps gezien voor de rest. En die, dus ja, daarom denk ik ook dat Engeland geen problemen zal hebben met Slowakije. Minne, je hebt niks gezien, maar je kent beide spelers wel. Ik ken Hamsik van Napoli, maar verder moet ik zeggen dat het Slovaakse voetbal wel een blinde vlek is voor mij. Zoals wel meer landen op dit toernooi. Hoor. Maar ja, is dat zo? Ja, Roemenië bijvoorbeeld ken ik ook nauwelijks spelers van. Ik weet er alles van. Kees, ja, wel. Kees is daar de Kees is bijna in de huwelijks. Nee, maar daarom vullen we alles bekijkt. Wij vullen elkaar goed aan daarom. Ik had nog een fantastische correspondent geregeld, maar helaas heeft ze afgehaakt. Ja. Zonde. Waarom heeft ze afgehaakt eigenlijk? Ik weet het niet. Ja. Misschien dat jij contact met haar gezocht hebt. We waren bezig met alle correspondenten, want hoe kom je aan token? Ja, gewoon een oproepje doen. Nou, Kees heeft een beetje meegeholpen met Roemenië. Hoe heet ze ook weer? Alexa? Alexia. Alexia. Ja. Werkt voor de Roemeense televisie. Dat Roemenië niet. 12-tal, let's go! Okay, yes. Kan ze mic uit? 12-tal. Hashtag. Dan gaan die zo verschrikkelijk veel. Kom maar op, jongens. Ik probeer altijd te zeggen, maak dat duimpje blauw op YouTube. Maar ik denk dat we... Ja? Sorry, Neil. Min kudo's. Ah, kom op, dat was een goede... nee, dat was geen goede grap, maar... Maar praat jij ons bij? Hm? Nee, niet over Roemenië. Of Wils meer Bill georiënteerde is dan... Ik weet het niet. Dat vind ik echt een rotvraag. Kijk je niet zo naar wedstrijden? Wel, maar ik... Ja, even kijken. Dan, deze vraag, dan ga ik toch voor Bill. Dat het meer bij Wils om... Ja, man. Ja? Ja, al heeft Slowakije hele vrije opties, trappen neemt hij en alles. Kijk, ja, Joe Allen heb je dan misschien nog bij Wils. Je hebt centraal achterin natuurlijk. Allen is niet heel veel soeps, hè? Nee, maar voor een ploeg als Wils. Ja. Oké. Okay. Kijk, ik ben benieuwd als ik nu spelers op ga noemen van Ierland, dan die kraak je helemaal af. Nee, hoor. Nee, maar zo'n Joe Allen voor Wils is een belangrijke speler. Hij wordt tegenwoordig heel nuttig, denk ik, ja. Vaak ingezet als pinchhitter bij Liverpool. Dat vind ik mooi. Nee, vind ik helemaal niet mooi. Van 1,60 meter en dan ga je die ballen doorkoppen. Over, je had een hele slechte woordgrap. Wanneer? Net? Net, nee, ja. Je ontkent alles. Nee, natuurlijk niet. Zullen we even kijken of die overtroffen wordt door onze grote vriend Andy van der Meijden? ik weet het zeker. Ja. Hallo Andy. Hallo. Eerste vraag uit het YouTube chat. Hoe is het afgelopen met de masseuse en je vrouw gisteren? Masseuse was niks. Nee, dat was leuk. Dat is goed. Gezellig. Moet je nou naar de zijkant kijken om toestemming te vragen? Om hier iets over te zeggen? Nee. Ik hoor een kind huilen weer. Dus het is de hele dag huilen hier. En je bent zelf ook een beetje huilerig, hè? Je bent een beetje ziekjes. Ja, vandaag niet zo lekker. Wat is er gebeurd, jongen? Ja, ik weet niet, ik denk dat die masseuse me te hard heeft aangepakt of zo. Oké, maar heb je je wel goed voor kunnen bereiden? Ja, ik heb wel mijn huiswerk mee gedaan. Nou, pak je boekje er maar weer bij. Waar zullen we mee beginnen? Engeland? Telefoon. Ja, tuurlijk. Oké, Engeland. Daar gaan we, hè. Paul Gascoigne speelt niet vanavond. Kijk. Even kijken. Nee, is wel leuk om te werken. De laatste 3 interlands betrokken bij 4 doelpunten. Dus die moet je in de gaten houden. Wie? Hamsik. Hamsik, ja. Ja. Nou, Rooney die speelt voor de 19e keer mee, hè, met Engeland. Op een EK of een WK was het. Dus, wow. Die kan record halen. Die Bale moet je zeker ook in de gaten houden.
Wie? Bill, denk ik. Bill, ja. Bill is... Ja, dacht ik al. Even kijken. Bill, die speelt bij Anderlecht natuurlijk, maar die is betrokken. Hij gaat helemaal van slag. 11 van de 14 goals van Wales. Dus. Zo. Okay. Wales speelt wel en je weet dat Rooney niet speelt, hè Andy? Speelt hij niet? Nee. Banken. Bankie. Ja, nou, dat maakt ook niet uit. De laatste tijd als hij meedoet op de bank zit, dus het is allebei hetzelfde. Oké, okay, nou dan gaan we door met je voorspelling, want je huiswerk was niet best vandaag. Nee, was niet goed. Ja, als je de feitjes gaat oplepelen van iemand die geen eens speelt. Je hebt een beetje slecht ontvangst. Hebben jullie weer niet betaald of zo? Man. Maar vertel, wie heb je vanavond? Ja, sorry? Wat is je voorspelling vanavond, Andy? Oké, okay, ik zeg Engeland wint. Met hoeveel? En ik zeg... Ja, Rusland die heeft 3 keer eerder gespeeld tegen Wales en 3 keer gewonnen. Dus ik denk dat Rusland weer gaat winnen. Rusland gaat winnen? Ja. Oké, okay. Interessant. Hey, ik heb nog een vraag voor je. Ja. Lars is vandaag op pad gegaan met een item over Wales. Die spelen morgen Oekraïne, Polen, Noord-Ierland, Duitsland, Kroatië, Spanje, Tsjechië en Turkije. Ja. Met welk land moet hij iets leuks doen? Kroatië. En dan? Heb je een idee daarbij? Ja, die zijn altijd wel even voor een geintje. Je hebt heel mooie vrouwen erbij zitten, dus... Ik weet het niet, wat moet hij gaan doen? Wat mag ik eigenlijk gaan doen voor onderweg? Want jij hebt ook iets voor mij ingepland. Ja, tuurlijk, maar ga ik je nog niet zeggen. Verrassing. Wat? Verrassing. Oh, word je niet boos? Maar ik weet niet, ja, moet je maar zelf even kiezen. Oké, okay, denk er even over na en dan appen we je straks wel even. Denk er even over na. We echt doen, hè? Net als je huiswerk. Doei. Oké, okay, dankjewel Andy. Fijne uitzending. Yo. Doei. Pas op. Keesje was onder de indruk van zijn huiswerk. Ja, Hamzik moet je in de gaten houden. Ja, dat, ja. Laten we nog even snel kijken naar de voorspellingen van de redactie. Oh, ik denk dat ik een beetje ruzie hier ga krijgen. Want? Slowakije, Engeland. 2-0. Wat? 2-0 voor Slowakije? Ja. Voor de rest, Lars denkt ook dat Slowakije gaat winnen. En Kees en Jean-Paul denken dat Engeland winnen. En dan Wales... 3 mensen die denken dat Wales wint en Jean-Paul denkt dat Rusland wint. Jij dacht 2-0, hè? Ik zei... 2-0 Rusland, 2-0 Rusland, 4-2 Engeland. Winnen? Ja. Ik hoop dat Engeland en Wales winnen. Verder... Interesseert je allemaal niks? Nee. We hebben het volkslied al gemist, daar baal ik ontzettend van. Dat vind ik altijd het mooiste bij Engeland. Wauw, oké. Okay. Kees? Ja, ik hoop ook dat Engeland en Wales winnen. Want die andere landen, daar heb ik niet zoveel mee. Okay. Zoveel tatoeages ook, man, die Slowaken. Even serieus. Zitten jullie te kijken. Dat is gevaarlijk, jongen. Pas maar op wat je zegt. Volksliederen minnen. Sorry dat je het volkslied hebt gemist, James ook. Ja, ze hebben van binnen hebben meegezongen, toch? Nee, maar ik heb pijn. Dus dat je, wat? Dat je niet mee kan brullen gaan. Nou, vind ik jammer. Zo'n mooi volkslied. James, dankjewel. Jij bedankt. Dankjewel. Geen dank. Kees, dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. Abonneer je gratis op ons kanaal. Dan kan je alles gewoon rustig op je gemak terugkijken. En dan word je op de hoogte gehouden van alle nieuwe video's. Dat geldt ook voor Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. En ja, doe mee met die actie. Retweet en maak kans op een kaartje morgen bij Jean-Paul. Een voetbalreis met Jean-Paul. Dat is het juiste. Echt een goede prijs. Tsjechië, Turkije. Wij zijn er morgen weer om 8:00.